Het moment waar heel lang naar uitgekeken is door alle partijen. Ja, zeker. En ook door ons zelf. Ik ben blij dat we vandaag dan officieel het coalitieakkoord kunnen presenteren. We hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt met z'n allen. En ik ben nu echt super blij met het eindresultaat. En ik denk dat met dit coalitieakkoord we Rotterdam de komende jaren echt vooruit kunnen gaan helpen. En Rotterdam klaar kunnen gaan maken voor de toekomst. Ja, dan gaat u onder andere dadelijk over cultuur en toerisme. Is er überhaupt nog veel geld beschikbaar voor cultuur? Want het gaat niet alles in de energietransitie zitten. Ja, zeker. Nee, er is genoeg geld beschikbaar voor cultuur. Sterker nog, we hebben voor elkaar gekregen dat we niet hoeven te bezuinigen op cultuur. Dat is op zich al een uitdaging. En ik ben verantwoordelijk straks voor onderwijs, cultuur en toerisme inderdaad. En het mooie is aan cultuur is dat we de komende vier jaar in het coalitieakkoord met elkaar hebben afgesproken dat we heel onze grote iconen in de stad gaan koesteren. Maar dat we ook met z'n allen keihard eraan gaan werken om ook ruimte te maken voor de nieuwe cultuurmakers die met nieuwe plannen, innovatieve ideeën de stad leuker, aangenamer willen gaan maken. Nou zegt hij van, ik ga ook over onderwijs. Er zit een hele belangrijke onderwijstaak aan te komen. Heel veel mensen herscholing geven op een nieuw beroep. Ja, klopt. Dat is natuurlijk onderdeel van dit coalitieakkoord. Hè. Hoe maken we Rotterdammers klaar voor de toekomst? Zeker met die snel veranderde economie. Onderwijs is fundamenteel belang daarin. Daarom gaan we ook de komende jaren blijven investeren in onderwijs. We gaan inzetten op vroeg- en voorschoolse opvang. Zodat de allerkleinste Rotterdammertjes klaargestoomd worden voor de toekomst. En zodat zij hun dromen kunnen najagen. We starten een taaloffensief. Want Rotterdam kent nu het hoogste laaggeletterdheid van de G4. We gaan ervoor zorgen dat ook Rotterdammers die de taal nu niet goed machtig zijn, goed onder de knieën gaan krijgen, zodat zij ook gewoon mee kunnen doen, net zoals de rest van de Rotterdammers. Ja, is dat een vrijwilligheid of verplichting? Nee, dat is uiteraard een vrijwilligheid. We gaan die mensen proberen goed mee te nemen. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt dan? U zegt, er is nog een grote groep die de taal nog niet beheerst. Als het vrijwillig blijft, ja, ga je dan voor elkaar eigenlijk wel meer mensen gaan doen? Nou, ik heb één ding zelf uit ervaring geleerd. Als je dingen verplicht, dan gaat het niet werken. Dus wat we vooral moeten doen, denk ik, is de Rotterdammers verleiden en stimuleren zodat zij ook gaan inzien hoe belangrijk het is om die Nederlandse taal goed te kunnen spreken. Want dat verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt. Dat verhoogt, dat draagt bij ook aan het geluk wat men heeft. En op die manier kunnen ze ook gewoon meedoen. Meer fietsen, meer OV, maar afscheid nemen van de milieuzone. Voor D66 was dat een belangrijke maatregel. Staat u een beetje met pijn in het hart dat die milieuzone gaat sneuvelen? Nee hoor, want ons was het altijd natuurlijk te doen om het doel. En het doel is altijd geweest schone lucht voor Rotterdammers. Dat is belangrijk voor de gezondheid van de Rotterdammers. We hebben nu met elkaar afgesproken dat we die milieuzone vanaf 2020, daar nemen we afscheid van. We gaan het langzaam uitfaseren. Blijft overigens wel overeind voor vrachtverkeer. Maar tegelijkertijd blijven we investeren in schone lucht. We gaan een pakket aan maatregelen nemen met z'n allen die ervoor gaan zorgen dat ook de lucht de komende tijd met dit college ook vooruit gaat. Dus we gaan er niet op achteruit. Nou, iedereen als het over dit nieuwe college gaat alleen maar praten over 10 wethouders. Wat zijn dat er veel? Ja, dat kan ik me voorstellen dat mensen dat denken. Maar de opgaves die we hebben hier in de stad zijn ook onwijs groot. En we maken echt een aantal grote doorbraken op een aantal belangrijke thema's die alle Rotterdammers raken. Denk aan de energietransitie, om er maar één te noemen. Dat is een van de grootste en belangrijkste opgaves voor de toekomst van onze stad. Daar moeten we volop gaan inzetten. Denk aan de krapte op de woningmarkt op dit moment. Te veel Rotterdammers kunnen nu geen geschikte woning vinden. Ja. En gaan daarom weg uit de stad. En dat kan niet met achterhouders? Nee, want ik vind echt wel dat je daar alle inzet op moet plegen die nodig is. Dit is ook natuurlijk voortgekomen uit de uitslag van de verkiezingen. Je ziet dat in het land ook. Hè. Het politieke landschap versplintert heel erg. Daarmee heb je meer partijen nodig voor een coalitie en dat betekent automatisch ook meer wethouders. Maar het zijn 6 partijen en geen 10 partijen. Het zijn ook geen wethouders. Nee, klopt. Dat is ook helemaal zo. Maar wij zijn in goed overleg gekomen tot 10 omdat we denken dat we met deze personen, met deze mensen, de klus aankunnen voor de Rotterdammers. En hoe komt u per fiets of met de dienstauto? Per fiets. Mijn fiets staat hier verderop en dat blijf ik voorlopig wel doen.